de Alpe d'Huez is gestart. Je hoorde dat, dik 1250 Nederlandse wielrenners fietsen vandaag de Alpe d'Huez op. En allemaal worden ze even hard aangemoedigd door alle mensen hier bij de finish. Twee doelen vandaag. Voor 7 uur 100.000 euro ophalen voor Team Knoopend Kranenbarg. En voor 7 uur onze 6 mannen hier op de top. Job-Jan Altena, staan ze er klaar voor, de 6 mannen? Ik zie een lachende Joop Zoetemelk. Ik zie een wat gespannen Frits Barend. Erik Kuiper, zenuwachtige glimlach. Ze staan er helemaal klaar voor. De zon op hun hoofd. Daar boven de berg. We gaan nu rijden, jongens, voor een ton. We gaan het doen. We gaan naar de top. Erik, hoe gaat het? Ja, dat gaat naar behoren. Het is fantastisch. Mooi om dit mee te maken. Gwenda, de vrouw van Erik Kuiper, de superluisteraar die meerijdt in ons team. Dit is de nieuwe tussenstand. 96.114. Geweldig. Is het genieten, Frits? Ja, het is echt genieten. Het is fantastisch dat Joop bij me blijft. Het is zo'n kick. Ik bedoel, hij moet natuurlijk veel te lang van. Het gaat lekker. Het enige wat ik voel is mijn rug gek genoeg. De eerste finisher is binnen van Team Knoopend Kranenbarg, Adrie van der Poel. Hoe ver is Erik op Jan? We zijn op weg naar bocht 3. We zijn bocht 4 gepasseerd op 1555 meter. Erik, een koude wind. Hou je het vol? Je ziet het toch. Wat voel je? Ja, het is heel zwaar. Heel zwaar. Alles doet zeer. Maar ik ga het redden, hoor. Ik ga het echt redden. De 127 euro. Olf, waar ben jij? Ik sta aan de start van het peloton van het team Knoopend Kranenbarg. Iets onder bocht 7, nog 7 bochten te gaan voor de finish. En wie trof ik daar aan? Onze eigen mede-collega Frank Dumont zit het op de vangrail. Frank, wat is er aan de hand? Ja, ik ben getroffen. Gaat weer, hoor, ik ben getroffen. Nog 6 euro, nog 1 luisteraar, dan zijn we er. We hebben 100.000 euro! Ik hoor een hoop vertoeten. Zou dat kunnen betekenen dat Erik Kuiper daar aankomt? En ja, hij gaat over de mat heen, dus hij is gefinished. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan. Ah, Erik. Ah, Erik. Erik, jongen, jongens, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heerlijk moment. Meteen maar door, want niet alleen Erik is binnen. Hier is ook Frits Barend. Ja, het was geweldig. Het was ongelooflijk. Maar al die mensen hier staan, al die mensen die kanker in hun leven hebben, gewoon naar boven fietsen. Dat is zo'n ongelooflijke prestatie. Ik doe het dus altijd met een gezond leven. Maar ook Erik die voor ons fietsen, met godverdomme kanker in zijn leven naar boven fietsen. Zo fantastisch. Job-Jan, hoe ver zijn jullie? Gaat het nog lukken voor 7 uur? Nee, het gaat net niet lukken. We zijn er voor 7 uur, maar niet meer binnen de uitzending. We moeten nog minder dan 100 meter stijgen. We zijn voorbij bocht 1. De laatste energie vloeit uit de benen van Frank Dumont. Je ziet de top. Zet hem op. 102.000 euro 966 is waar wij op uitkomen. Dat is fantastisch. Iedereen die heeft bijgedragen aan de donaties voor Team Knoopend Kranenbarg, ongelooflijk bedankt.